Peppermill Casino, officiële partner van Provinciaal Voetbal Limburg en LR Sports. Goedendag en welkom bij deze 30e aflevering van het derde seizoen. Deze aflevering staat er in wedstrijd op het programma in de tweede Provinciale B bij de vrouwen, waar VV Stockholm het bezoek kreeg van KFC Exel. Welkom bij LR Sports. We trekken er vrijdagavond naar de tweede Provinciale B, waar Stockholm het bezoek kreeg van KFC Exel. Stockholm staat op een 8e plaats, de voorlaatste plaats in het klassement. Met 16 punten wil het eigenlijk het seizoen nog mooi afsluiten en proberen zoveel mogelijk punten te pakken. Het zou wel een moeilijke opgave worden tegen Exel, want de Exelaren staan op een 3e plaats. Die 3e plaats, en eigenlijk ambieert het nog een 2e plaats, want Eerle heeft evenveel punten, maar wel een iets beter doelsaldo. Veel doelpunten maken was vrijdagavond de boodschap. Benieuwd of we daarin slaagden in Stockholm. Thuisploeg Stockholm VV staat op de 8e en dus voorlaatste plaats in het klassement. Met 16 punten uit 22 wedstrijden heeft het 8 punten minder dan het 1 plaats hoger geclasseerde Bocholt VV. Het is een vreemd seizoen voor de Stockholmnaren. Af en toe verliest het met zware cijfers, andere keren weet het vriend en vijand te verrassen, getuige de 3-4 overwinning op het veld van Zonhoven United. Tegen Exel wil het revanche nemen voor de 0-9 en 11-0 cijfers uit de vorige twee confrontaties. De bezoekers uit Exel draaien dan weer een prima seizoen, want de Exelaren staan op een 3e plaats. Het telt evenveel punten als de tweede geclasseerde Eerle, maar moet op het vlak van doelsaldo en gemaakte doelpunten nog wel veel goed maken. Vrijdagavond wilde het daarmee starten, aangezien dat in de vorige twee wedstrijden tegen Stockholm dus ook vrij vlot lukte. Met Anoushka Boons heeft het ook de topschutster van de reeks in haar rangen lopen. Zij was extra gebrand om nog goals aan het lijstje toe te voegen. De ref van dienst vrijdagavond was Christophe Heemskerk. Het is niet lang wachten op een eerste mogelijkheid, want het open spel in de beginminuten levert meteen een schietkans op. Het is Matthijssen die voor het doel opduikt, maar Massot heeft geen problemen met haar poging. De bezoeksters zijn baas in de openingsfase en creëren ook de meeste kansen. Met wat meeval belandt de bal voor de voeten van Matthijssen, maar zij weet het leer niet tussen de palen te krijgen en knalt naast en over. Het blijft Exel dat de kansen in de openingsfase voor haar rekening neemt en de mogelijkheden lijken ook steeds groter te worden. Sijsens kan randje buitenspel alleen richting het doel trekken. Oog in oog met Massot besluit ze op de doelvrouw. Exel blijft wel aan de bal en komt uiteindelijk ook tot een schot, maar de poging van de Volder vliegt over. Meteen na die poging krijgt ook de topschutster van de reeks haar eerste mogelijkheid van de avond. Boons duikt op voor het doel, maar ook deze keer komt Massot als winnaar uit de strijd. Mogelijkheden genoeg, maar de brilscore staat nog steeds op het bord. Zolang de bal er niet in gaat, blijven de kansen op puntengewin voor de thuisploeg behouden. Maar wanneer Boons voor een tweede keer oog in oog komt met de thuisdoelvrouw, dan weet je wel hoe laat het is. Exel heeft na een kansrijk begin dan toch het openingsdoelpunt beet. 0-1. Ondanks de voorsprong blijft Exel aanvallen. Meteen na het doelpunt ziet Matthijssen haar kopbal op de lat stranden. De inzet van Boons wordt van de lijn getrapt en ook het schot van Van de Kerkhoff verdwijnt niet tegen de netten. Halverwege de eerste helft duikt de thuisploeg dan ook een keertje op voor het doel. Verlaak heeft een goede actie in huis, maar Bolle kan haar gevaarlijke voorzet net op tijd onschadelijk maken. We naderen stilaan het half uur wanneer de bezoeksters weer een nieuwe kans laten noteren. Het is Sijsens die de linkerflank kan afdwalen en Boons weet te vinden, maar Massot kan in twee tijden haar inzet keren.
Maar wanneer Axel zelf de weg naar de netten moeizaam lijkt te vinden, wordt het een klein handje geholpen door de thuisploeg. De verdedigster werkt een rommelige fase ongelukkig in het eigen doel. 0-2 en de dubbele voorsprong staat plots wel op het bord. De thuisploeg lijkt op zoek te willen gaan naar de aansluitingstreffer, maar wanneer na een hoekschop de bal razendsnel naar voren gaat, komt de 16-jarige Fallien Sijsens alleen voor het doel. Ze faalt niet en schiet de Exelaren naar een comfortabele 0-3 voorsprong. De boeken lijken zo in de eerste helft al toe te zijn. Voor de pauze zien we nog één keer gevaar van de bezoekers. Sijsens passeert vlot haar verdedigster en vindt Boons, maar die ziet haar poging over het doel verdwijnen. Het is dus de laatste kans van een kansrijke eerste helft met een 0-3 voorsprong voor Axel. Na de pauze start Stokkum vrij goed aan de partij. Verlaak komt aan de bal en stuurt Paredes in het straatje. Zij schuift op richting het doel en haalt uit. Maar Van Chazen kan haar poging vrij eenvoudig redden. Maar het lijkt wel alsof iedere kans voor de thuisploeg gecounterd moet worden door de bezoeksters. Een afgeslagen hoekschop wordt overgenomen door Axel en via de kluts krijgt Sijsens het leer voor de voeten. Ze aarzelt niet en haalt uit van een redelijke afstand en op die manier schiet ze het leer tegen de netten. De tweede treffer van Sijsens brengt de stand op 0-4. Vlak na doelpunt weet Stokkum wel te reageren. Mees met de vrije trap, maar Van Chazen duwt haar poging in hoekschop. Meteen reageren de bezoeksters weer. Een uittrap belandt in de voeten van Boons, die met een splijtende paas Sijsens richting het doel zet. De aanvalster blijft haar tegenstanders ook voor, maar met links weet ze haar schot niet te kadreren. Op hoekschop is het even later wel raak wanneer Boons haar tweede treffer op voorzet van Sijsens tegen de netten duwt. 0-5 en er is dan nog meer dan een half uur te spelen. Axel blijft doorduwen en wil de voorsprong steeds ruimer maken. In de stand heeft het nog wel enkele doelpunten nodig, wil het alsnog die tweede plaats overnemen. Boons kan na de pas van Van de Kerk of uithalen. Massot zit er in eerste instantie nog tussen. Maar tegen de nastoot van de topschutster is ze kansloos. 0-6 en al de derde treffer van de avond voor Boons. Tijd voor weer een reactie van de thuisploeg. Het is Verlaak die Han weet te vinden. Vanuit een vrij schuine hoek waagt ze het schot richting doel, maar verder dan de handen van de doelvrouw geraakt ze niet. Het is het gekende recept stilaan. Axel blijft de aanval zoeken en weet keer op keer Boons te vinden. Hier lijkt de aanvalster zelfs iets te hoverhaast te besluiten, maar tot verbazing van velen ligt de bal wel degelijk in de netten. Boons lijkt niet te kunnen stoppen met scoren. Zo staat er met nog een kwart wedstrijd te gaan al een zware 0-7 score op het bord. Maar het zit de thuisploeg ook niet mee. Hier treft Nees de dwarsligger met een mooie vrije trap.
Maar wanneer diezelfde mees plots de bal weet te veroveren, gaat het snel. Ze vindt de volledig vrijstaande Verlaak en met een goed schot in de korte hoek weet ze toch het doelpunt te vinden dat Stokkem na al die kansen misschien ook wel verdient. Een eerredder kunnen we het bijna noemen, maar de 1-7 staat op het bord. Maar helaas voor de thuisploeg is de honger bij de dames van Exel nog niet gestild. Een diepe bal wordt door wie anders dan Boons prima meegenomen. Het wegdraaien is mooi en ook de afwerking mag er zijn. En een kwartier voor tijd hebben de Exelaren dan toch hun achtste doelpunt beet. 1-8. We sluipen dichter naar het einde van de partij en de bezoeksters blijven de aanval zoeken. Deze keer belandt een afgeweken schot voor de voeten van Seyssens. Zij probeert het met links, maar Massot kan redding brengen. In het slot van de wedstrijd gaat de thuisploeg toch nog op zoek naar een tweede treffer. Een lange bal wordt door Mees prima verlengd tot in de loop van Verlaak, maar haar lopje verdwijnt over het doel. Maar waar Stokkem in de slotfase nog een doelpunt probeert te maken, loopt het plots tegen een scherpe tegenaanval. Bedford heeft veel ruimte voor zich en is oog in oog met Massot niet zelfzuchtig. Ze biedt de Volder de 9e treffer op een presenteerplaatje aan. 1-9. In de laatste minuut van de officiële speeltijd krijgt Exxon nog een kans om de dubbele cijfers te behalen. Boons krijgt de bal en zet zich goed door. Uiteindelijk komt ze ook tot een schot, maar Massot kan nog net redding brengen. Het is de laatste kans van een doelpuntrijk duel waarin Exxon zich tot een doelpuntenmachine kroont. 1-9. Exel maakt dus 9 doelpunten op het veld van Stokkem en wint met 1-9. Het doet dan ook een goede zaak in de strijd om die tweede plaats, om eventueel Ele nog te kunnen inhalen. De reacties met voorop de vrouw die 5 doelpunten voor haar rekening nam, Anoushka Boons. Meestal als ze vroeg scoren, zijn we zo wat op ons gemak, maar vandaag duurde het inderdaad even. En dan beginnen we zo wat ons op te jagen, maar eens dat het eerste doelpunt is gevallen, zijn we wel vertrokken geraakt eigenlijk. We waren toch op ons hoede, want we hadden zoiets van als zij nu de eerste goal maken, dan komt de 3-1 te staan en ja, wordt het toch nog wel warm. Dus we gingen echt nog wel blijven doordrukken tot het einde. Ja, we wisten inderdaad dat het een moeilijke wedstrijd ging worden, want ja, Exel is toch wel een vrij degelijke ploeg. Ze hebben dan ook een paar speelsters wat iets meer kunnen dan voor ons niveau op dit moment. Omdat we toch met een vrij jonge groep zitten. Dan wordt het al moeilijk om daar iets tegen te rapen. Dan moet je al een moment hebben dat je zo'n wedstrijd kunt spelen gelijk in Zonhoven. Dat je dan eens even eruit kunt schieten. Maar ja, vandaag zat het er niet in. Ze waren er niet vandaag. Maar oké, goed, zwart. Dat is de jeugdigheid en dan moeten we eruit krijgen. Hè. Ja, fantastische spits. Hè? Vorig jaar topscorer met ik weet niet hoeveel, bijna 100 goals zeker. Dit jaar heeft ze ja het seizoensbegin gemist. Hè. Ze is een huwelijksreis geweest. Maar ja, fantastisch. Spits. Heeft de juiste looplijnen altijd aanspeelbaar en schiet praktisch alles erin. Hè. Dat is super. Moi, je pense que si nous étions un peu toutes concentrées au début du match, je pense que ça commence avant un match, pendant l'échauffement, on peut remarquer si une équipe est avec la tête sur le terrain ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, on n'était pas vraiment avec sa tête au terrain, on n'était pas un peu avec la tête encore pour l'été. On voyait le soleil, on se disait, bon, aujourd'hui, on va un peu s'amuser. Et c'était pas vraiment, ça se voyait sur le terrain, simplement. Het was eigenlijk wel, denk ik, een beetje een verdienste, omdat wij proberen altijd, ondanks dat we met die jonge groep zitten, voor te voetballen en ook om ja, naar die goal toe te gaan. Ook hoeveel dat het is, maakt niet uit. We moeten blijven proberen. Want als je niet probeert en je gaat de kopjes omlaag hangen, als jonge groep is dat nefast. Dan ga je gewoon meetrekken naar alles. En wij proberen het altijd positief te houden dat ze naar volgend seizoen toe weer die ervaring bijleren of bij hebben meegepakt. Dus dat is wel belangrijk dat ze ja, toch blijven
zoeken naar het doelpuntje wat je verdient? Doel was, Kadij kunnen we niet tegen winnen, die staan los aan de kop. Het doel is en was tweede plaats, maar dat is uit onze handen. Hè. We staan gelijk met de hele, denk ik, maar hun doelpunten zal het, geloof ik, ik weet niet exact, is heel wat beter dan ons. Dus we hebben vandaag wel 9 doelpunten gemaakt, maar ik denk niet, als zij niet verliezen, dat wij de tweede stek kunnen behalen. On a une équipe qui est assez jeune, quand on voit nos débuts de saison et où on est arrivé maintenant, pour la seconde saison, à partir de janvier, on a pu remarquer de belles progressions. On a gagné quelques matchs. Je pense que si on regarde ceci, on voit le positif pour la saison prochaine. Ja, ik heb zelf ook wel enkele matchen gemist. Maar de matchen die ik heb dan kunnen meedoen, ja, waren wel heel fijn. En ik denk dat we wel mooi mogen terugblikken op dit seizoen. Natuurlijk, je wilt altijd het hoogste en je wilt er altijd voor blijven gaan. Maar ik denk dat we de laatste matchen telkens voor de 3 punten zijn blijven gaan. Dus ik blik wel tevreden terug. Zondagmiddag in Vierprovinciaal stond de derby van Reims op het programma. Vroenhoeven VV ontving Herdermullen B in de laatste derby aangezien Herdermullen een fusie gaat met Membrugge. Aangezien onze vaste presentator Lars keeper is bij Vroenhoeven VV en we niemand willen voortrekken, nemen wij het nu even over. Vroenhoeven VV draait een bijzonder knappe tweede periode. Na nieuwjaar verloor het amper 2 maal, tegen Moelingen en Kamerbiezen B, de nummers 2 en 3. Met 13 punten sloot het de eerste periode moeizaam af, maar met 21-33 in de tweede periode kroop het knap uit het dal. De overwinningen tegen Embo en een derby tegen Reims waren 2 zegens van die knappe resultaten in 2023. In de derby van zondag tegen Herdermullen B wilde het nog een winst toevoegen aan de knappe reeks. De bezoekers van Herdermullen B staan op de voorlaatste plaats en hebben 10 punten behaald uit de eerste 25 duels. Ondanks de wat tegenvallende resultaten wil het naar ei zeggen het seizoen afsluiten met 9 op 9. De laatste 3 partijen speelt het allemaal tegen ploegen rond zich, waardoor het seizoen mooi afsluiten er zeker nog in zit. Nochtans is het al van 26 februari geleden dat Herdermullen nog won. Destijds was het met 5-2 te sterk voor Vegmaal. Benieuwd of het in Vroenhoeven een eerste van 3 keer kon zegevieren. Omdat de aangeduide scheidsrechter niet kwam opdagen, was thuisspeler Wesley Pieters de held van de dag door die moeilijke rol op zich te nemen. Chapeau! Het is Herdermullen dat het gretigst begint aan de partij en Vroenhoeven lijkt de focus in de beginminuten niet op punt te hebben. Risto Kellens wordt een straatje gestuurd en dan nog geen 3 minuten schiet hij de bezoekers op voorsprong. Een droomstart voor Herdermullen B, 0-1. De thuisploeg is nog niet wakker in de beginminuten en de bezoekers lijken daar met veel enthousiasme de overhand te willen nemen. Martens krijgt de bal tot bij Tans, die probeert van buiten de 16, maar zijn poging vliegt over het doel. Maar waar de thuisploeg in de openingsfase nog sliep, lijkt dat na een kleine 7 minuten aan de overkant ook te zijn. Molnar wordt maar al te simpel door Vergaar bereikt en met een fantastische knal in het dak van het doel brengt hij de thuisploeg langzij. Knap doelpunt van Molnar die de stand dus snel opnieuw in evenwicht brengt, 1-1. Op het kwartier een nieuwe kans voor Vroenhoeven. De hoekschop van Verhelle is lang onderweg, maar wordt door Finamori terug voor het doel gekopt. Maar Sielissen kan zijn inzet niet kadreren. Vlak daarna een nieuwe kans voor de thuisploeg. Via Hardy en Molnar kan Aarsen flank opzoeken en voorzetten. Maar Sielissen kan zijn inzet niet voldoende kracht meegeven, waardoor Teunissen nog kan redden. Vroenhoeven speelt lang niet zijn beste wedstrijd, maar heeft nog altijd de touwtjes stevig in handen. Wanneer de bezoekers achter hen dan plots in de fout gaan, kan Molnar oppikken. Hij bedient Verhelle aan de linkerkant die vrij kan uithalen, maar Teunissen zit er goed bij en redt zijn inzet. We naderen stilaan het half uur en de gelijke stand staat nog steeds op het bord. Vroenhoeven blijft op zoek gaan naar de voorsprong en wanneer een lange bal door Sielissen wordt verlengd, duikt Van Oppen op voor het doel, maar die kan zijn inzet niet laag houden. Op het half uur een identieke fase. Weer een lange bal, weer Sielissen deze keer Verhelle kan bereiken. Hij zet Van Oppen voor doel, maar deze keer gaat zijn poging voorlangs. VVV blijft de kans opstapelen. Eigenlijk verdient het stellen ook wel een doelpunt.
Van Gaal ruikt op en stuurt een lange bal in de diepte. Daar wint de leer van snelheid door de bots waardoor Van Noppen kan uithalen. Maar ook deze keer gaat zijn inzet voorlangs. Vlak voor de pauze is dan toch raak. De vrije trap is van Aars en Silissen weet zijn hoofd tegen de bal te zetten. Prima doelpunt van de aanval die de thuisploeg zo verdiende voorsprong kopt, 2-1. Rusten doen we bij een stand van 2-1. Na de pauze komen de bezoekers feller uit de kleedkamer. Kellens krijgt te veel ruimte en kan vanaf buiten de 16 uithalen, maar zijn inzet verdwijnt naast het doel. De bezoekers dringen aan in de openingsfase en wanneer het de bal herovert op eigen speelhelft, gaat het plots razendsnel. Klaassen wordt in de diepte gestuurd en haalt de achterlijn. Hij omspeelt zijn tegenstander en probeert het vanaf een schuinhoek, maar hij besluit op de voet van Rondhuis. De tweede helft is langs beide kanten vrij slordig. Het is dan ook even wachten voor opnieuw doelgevaar valt te noteren. Op hoekschop is Finamori er dichtbij, maar hij besluit over het doel. Bij de thuisploeg valt smaakmaker Davy Stontmakers dan in en plots kleurt de hemel op. De uithaf van Rondhuis belandt in de loop van Molnar en die zorgt voor de bevrijdende derde treffer voor de thuisploeg. Een dik kwartier voor het einde lijkt de wedstrijd dan toch gespeeld, 3-1. Meteen na het doelpunt weten de bezoekers tegen te prikken. Via Kellens kan Klaas het leer voor het doel gooien, maar Van den Bossen kan zijn inzet niet richting het doel verlengen. Heider Mille wil in de slotfase nog alles op ballen zetten om de laatste minuten spannend te maken. Het blijft op zoek gaan naar een doelpunt om het slotoffensief te kunnen inzetten. Het is Stans die naar binnen komt en de verste paal viseert, maar Rondhuis kan eenvoudig klemmen. We naderen de laatste 10 minuten van de partij. Het is de thuisploeg die via een lange bal opnieuw tot een kans komt. Silissen knokt zich bij het leer, kapt zich goed vrij en haalt ook uit. Maar Teunissen kan zijn inzet eenvoudig redden. Een kleine 5 minuten voor tijd zijn de boeken dan volledig toe. Het schot van Silissen wordt afgeblokt en belandt via Nijsten voor de voeten van Van Gaal. Via de rug van de invaller stuit de bal tegen de netten. De 4-1 komt op naam van Nijsten, al lijkt toch Van Gaal het grootste aandeel erin te hebben. Ook in de slotfase blijft Herderen Mullen loeren op een kantje voor een doelpunt. Vlak voor tijd krijg je nog een grote kans op een doelpunt. Silissen gebruikt zijn snelheid en het knipschild iets te vlug af. Hij bereikt Klaassen, maar Rondhuis weet nog net zijn hand tegen de bal te krijgen en duwt zijn inzet in hoekschop. Toch weten de bezoekers in de slotfase de eer nog te redden. Thans krijgt ietsje van ruimte om uit te halen, zijn inzet kan nog worden gekeerd, maar in de nastoot is Klaassen gevolgd om een randje buitenspel de bal tegen de netten te trappen. Herder Mul heeft al sinds de treffer waar naar op zoek was, beet. 4-2. Dit is de laatste mogelijkheid van de wedstrijd. Ref Pieters fluit voor het einde van de wedstrijd. Vroenhoven VV wint tegen Herder Mul B met 4-2. Vroenhoven VV wint zo de Riemse derby met 4-2 en pakt een mooie 24-36 in de tweede periode titel. De reacties met voorop Robin Molnar. Ondanks dat het een heel zware wedstrijd was en langs beide kanten eigenlijk niet echt om over te spreken, hebben we toch maar gewoon die 3 punten thuis gehouden. En daar kunnen we achteraf wel gewoon tevreden mee zijn dat we gedaan hebben wat we moesten doen. Niet echt wakker uit de kleedkamer gekomen. Precies ons een beetje in slaap gewiegd en
laten verrassen. Komen ze 1-0 voor. Met een geluk komen we heel snel terug. En dan hebben we het eigenlijk gewoon goed gedaan. Ja, dat is frustrerend. Ja. De focus valt ook een beetje weg. En je pept je op voor een match die in 3 uur begint. Uiteindelijk begint je 10-3, 2:15. En dan moet je terug oppikken. Maar ja, ik vond dat wij dat niet slecht hebben gedaan. Ik vond ons, gelijk terreus zeg, de eerste 10 minuten vonden we ons een betere ploeg. En het is frustrerend. De scheidsrechters, maar kom. Het beste ervan maken. Hè. Ja. Het was helemaal niet gemakkelijk om te voetballen zonder scheid. Ik denk dat we de eerste 5 minuten dat gezien hebben. Ik denk dat we verdedigend totaal niet goed stonden, waardoor die 0-1 kwam. Daarna hebben we die match wel terug in handen gepakt. Hebben daar vrij snel de 1-1 gemaakt. Toen de 2-1. Toen hebben we nog heel veel kansen gemist. Vooraan voor de rust kon makkelijk 4-5-1 zijn. De tweede helft hebben we eigenlijk niet meer gevoetbald. Totaal die lange bal gevonden tot de 3 en de 4-1. En toen hebben we het een beetje uitgespeeld. Hebben ze nog 4-2 gemaakt. Eerst moest er eigenlijk nog een penalty gefloten worden. Maar het is niet gefloten geweest. We nemen Wesley totaal niks kwalijk. Hij heeft gewoon dat heel goed gedaan. Hij heeft voor beide ploegen evenveel goed gefloten. Dus het is allemaal goed. Ja. Ik denk dat we niet slecht beginnen. Ondanks de omstandigheden. Dat is al nu al de tweede keer dit seizoen dat er een wedstrijd van ons is waar de arbiter gewoon niet komt opdagen. En dat er dan maar moet gekeken worden van wie zich geroepen voelt of wie we overtuigd krijgen om die wedstrijd te fluiten. Nu, ik denk dat hij dat zeker niet zo heel slecht heeft gedaan. Zeker als je naar de echte scheidsrechters, sommige scheidsrechters kijkt bij ons in de competitie. Maar goed, het is moeilijk. Het is een ander gevoel. De wedstrijd begint al later. Focus is misschien even weg waar je terug moet oppikken, maar al bij al niet slecht begonnen. Op zich een frustrerend seizoen, omdat we die 10 punten we er eigenlijk meer verdienen. Omdat we voetballen goed, de duelkracht zit erin, alleen we zitten met een jonge ploeg waar we de kopjes soms laten hangen. Terwijl die jongens allemaal stuk voor stuk kunnen voetballen. De trainer ook goed werk levert. Dan is het spijtig dat je maar 10 punten haalt. Maar persoonlijk, ik vind het heel spijtig, maar van het voetbal heb ik niet te klagen gehad. We kunnen echt wel een geslaagd tweede helft van het seizoen praten. Ik denk dat we hebben 2 keer verloren, nipt. 2 keer tegen Bies en tegen Moelingen. Voor de rest hebben we eigenlijk alle wedstrijden niet verloren. Dus we hebben heel goed voetbal gebracht. Ik denk als we de lijn kunnen doortrekken voor het volgende seizoen, denk dat we daar echt wel een top 6 kunnen ambiëren. Ik denk dat de eerste helft, we moeten er niet flauw over doen van het moment dat de 1-1 valt, dat de rest van de eerste helft voor Vroenhoven was. Ook een paar goede kansen gehad. Ik denk dat onze keeper de boel ook nog even recht houdt. Tweede helft inderdaad, denk ik dat ze goed uit de kleedkamer komen en zeker proberen en die kansen te creëren. En dan gelijk gezegd, die 3-1 valt, ene lange bal. Ik denk dat de keeper die bal daar geeft, moet even gezegd worden. En ook weer zo'n momentje dat die focus weg is, waar Vroenhoven van profiteert. Ja, en dan is dat weer terug proberen die kopjes omhoog te houden en terug in de wedstrijd proberen te komen. Ik denk dat we dat niet slecht hebben gedaan. Met die vrije trap, Robin, die ziet... we keken naar elkaar en we wisten wat we gingen doen. Die bal gaat natuurlijk heel mooi binnen. En dan de 3-1 kwam op een goed moment, want we hadden het heel moeilijk in de tweede helft. We kwamen eigenlijk nog slechter uit de kleedkamers dan we voordien deden. Ondanks dat we het wel gezegd hadden. Maar die 3-1 kwam mooi. En dan hebben we het mooi afgewerkt naar die 5-2. Dus 4-2. Opnieuw. Wat zijn jullie aan doen met die twee? Tweede gedeelte van de 30e aflevering in het opnemen. Allee, maar ik hoop dat de moeite was. Absoluut. Allee dan, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Dag. Dag.